Hi Simmers, Kim Puls hier en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dit is toch wel een bijzondere video, moet ik zeggen. Want we gaan een trailerreactie doen en normaal gesproken is dat niet best bijzonder, want dat doe ik vaker. Maar dit keer is het een trailerreactie van een pakket wat al 6 jaar bestaat. De Sims Your Wellness Dag is namelijk uitgekomen in juli 2015. Ik moest het zelfs even opzoeken. Volgens mij was het zelfs de tweede gamepack van de Sims 4, dus dat is al flinke tijd terug. Maar wat EA dus nu gedaan heeft, is ze gaan de gamepack uitbreiden. Het wordt groter, er gaat meer in zitten. Dus dat is een dikke plus naar EA. Want ja, jullie weten als gamechanger, ik ben best wel kritisch. Ik vind niet alle pakketten hun geld waard. En als je sowieso al alle prijzen van al die pakketten bij elkaar op gaat tellen, ik wil het niet weten. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook wel eens gezien dat ze bepaalde dingetjes van pakketten naar het basisspel halen. Zoals de bubbelbad van Patio accessoires. Opeens kwam er een bubbelbad vanwege een verjaardag van de Sims. Ja, dat is leuk. Het was wel het nieuwe onderdeel in de Sims hier Patio accessoires. De kalender van de Sims 4 jaargetijden. Ook een tof element. Maar daarmee hebben ze natuurlijk wel jaargetijden gepromoot. En dit is een heel leuk nieuw onderdeel van jaargetijden. Wat vervolgens ook in het basisspel is gestopt. Dus ik wil nu ook even zeggen, kudos, complimenten, credits naar de Sims, credits naar EA. Dat jullie ook een keer betaalde content van al een hele tijd terug extra content geven. Betaalde pakketten extra content geven. En dat het pakket gewoon een keertje wat meer waard wordt in plaats van minder. Ja, de Sims 4 Wellnessdag dus. Wat ik eigenlijk als eerst even wil doen. Omdat het pakket al 6 jaar bestaat en er al heel veel pakketten zijn uitgekomen sindsdien. Ja, en ik mijn Sims-spel compleet heb, dus alle pakketten, is het soms een beetje lastig van wat valt eigenlijk ook weer onder Wellnessdag en wat komt uit een andere pakket. Dus voordat we gaan kijken naar die gloednieuwe trailer met de upgrades, ik weet niet hoe ze het hebben genoemd, gaan we eerst even kijken naar de trailer van 6 jaar geleden. Oké, iedereen zijn geheugen opgefrist. Als ik dus eigenlijk nu een beetje kijk naar deze trailer, het is sowieso grappig om te zien hoe EA dus echt ook is ontwikkeld in het maken van trailers. Als ik een beetje kijk naar deze trailer, doe ik vrij weinig nog met Wellnessdag op dit moment. Ik gebruik wel muren en hier en daar wat meubels en de kleding en zo, maar qua gameplay doe ik vrij weinig. Dus laten we gewoon gaan kijken naar de trailer die ze dus nu hebben uitgebracht met de upgrade, de aanvulling, de hoe ze het ook hebben genoemd, van de Sims 4 Wellnessdag. Wat gaan we erbij krijgen? We'll be right back.
7 september. Oh. Oké, ik zei het net al dat EA echt op vooruit is gegaan met hoe ze trailers maken. Dit is zo leuk om het verschil te zien dat we net die oude trailer van 6 jaar geleden hebben gekeken. Dat we nu hebben gekeken naar deze trailer. Jullie konden natuurlijk de muziek niet horen, want er zitten sowieso op deze trailer die nu uitgekomen is, zit copyright muziek en misschien ook wel die trailer van 6 jaar geleden. Dus als je deze video nu aan het kijken bent op mijn kanaal, ik heb er zelf een muziekje onder gezet. Ik kan het even omschrijven dat die trailer van 6 jaar geleden was echt zo heel erg dat meditatieachtige geluidseffectjes en heel zen en heel chill. En deze was heel erg yo, TikTok, hippe muziek en weet ik veel wat. Het gaf een hele videoclip vibe ook, die trailer. Het muziekje erbij, het leek ook gewoon echt een videoclip. Wat ik trouwens ook heel leuk vond om te zien is dat we bepaalde dingetjes van die oude trailer nu terug zagen komen in de nieuwe. Dat iemand ligt en die krijgt stenen op de rug gelegd. Dat iemand een scheet laat. Dat gebeurt in de oude trailer. Dat gebeurt nu ook weer in de nieuwe trailer. En als we een beetje kijken naar dingetjes die echt nieuw zijn gekomen in het spel. Wat ze dus nieuw gaan uitbrengen voor Wellnessdag. Is ik heb nepnagels gezien. En nagellak sowieso. Dus dat vind ik al top. Kinderen kunnen dus nu ook yoga in ieder geval doen. Ik zag nieuwe massagebanken. Ik zag nieuwe meditatiekussentjes of poefjes of zo. Dus ik vind het zeker een hele toffe aanvulling. Nou, de Sims 4 Wellnessdag. Ze hebben het dus een opfrisser genoemd in het Nederlands. Dus het wordt een opfrissertje van Wellnessdag. Daar zitten natuurlijk dus nieuwe dingetjes bij. En daaronder valt een nieuwe eigenschap. Ik weet dus nog niet wat de nieuwe eigenschap gaat zijn. Sims die bijvoorbeeld high maintenance zijn, die kunnen dus echt naar de spa gaan, naar de Wellnessdag gaan. Of naar de wellness gaan. En echt even relaxen en ontspannen. Wat er ook nieuw bij is gekomen is dat kinderen kunnen dus nu ook meedoen aan wellnessactiviteiten. En nou snap ik yoga, mediteren en kinderen. Weet ik niet zo goed. En sauna en kinderen weet ik ook niet zo goed. Maar dat ze in ieder geval yoga kunnen meedoen, wat we ook in de trailer zagen, is leuk. Het is nu mogelijk om geld te verdienen als een zen guru of een self-care specialist. Sowieso zag we een hele nieuwe beauty element erbij. Met dus die nagellak en die nepnagels. Het is niet meer alleen maar masseren en modderbad en dat soort dingen. Maar we zagen dus gezichtsmaskertjes en dus nagellak voor je handen en je voeten. Manicures, pedicures, gezichtsmaskers. Dus dat is wel tof dat ze dat hebben toegevoegd. Naast dat er dus een nieuwe eigenschap bij komt, komt er dus ook nog een nieuwe doel bij, waarbij Sims dus op zoek kunnen gaan naar hun innerlijke rust, naar hun innerlijke vrede. Dat lijkt me wel leuk om even uit te gaan proberen een keer in gameplay. Ja, en die nagellak dus. Nieuwe nagels met kleurtjes, designs en allerlei vormen. Nou ben ik zelf niet van de hele lange nepnagels. Dat is wel heel erg een trend de laatste tijd. Ik vind het wel heel grappig dat ze dat hebben toegevoegd in het spel, want ik probeer wel allerlei verschillende soorten Sims te maken. En wie weet wil ik ook wel eens een keertje een Sim maken, wat dus echt wel heel erg van lange nepnagels houdt. Maar ik vind het sowieso ook tof dat er ook gewone nagellak bij zit. Dus het hoeven niet alleen maar hele lange nepnagels te zijn. Ik kan ook gewoon een simpel kleurtje doen. Ook tof. Ja, 7 september komt hij dus uit met een patch update. Deze opfrisser. Dat betekent dat als je de Sims 4 Wellnessdag al in je bezit hebt, het kost je niks. Er komt gewoon een patch update en je krijgt dus al deze dingetjes van de trailer. Hup, meteen gratis in je spel erbij. En als je de Sims 4 Wellnessdag nog niet hebt, hij kost €20 normaal gesproken. Maar aangezien het ook een gamepack is van 6 jaar oud, is hij regelmatig in de sale geweest voor €15. Dus daar kan je ook op wachten. Ik moet wel zeggen dat als ik dit nu zo heb gezien, deze opfrisser trailer erbij, vind ik het wel nu ze €20 waard. Want je had al de hele wellness was er dus nieuw bijgekomen. En je kon dus en mediteren en yoga. En sauna was er natuurlijk nieuw bij. Toffe spulletjes en zo. Maar nu komt er dus nog meer gameplay bij. Met een nieuwe doel. Met een nieuwe eigenschap. Met nog meer leuke uiterlijke dingetjes om te doen. Kinderen kunnen ook veel meer doen. Fijn dat ze daar ook wat meer op letten. Dat er steeds meer voor kinderen mogelijk is. Ik vind Wellnessdag nu echt wel even punten scoren. Dus EA goed gedaan. En ik ben benieuwd naar de gameplay zelf. En hoe alles eruit ziet als het volgende week dus wordt toegevoegd aan mijn spel met de patch update. Waarschijnlijk weer 's avonds in Nederland. Is het altijd Nederland en België. Vaak rond 7 uur 's avonds dat de patch update komt. En laat weten in de reacties wat jij ervan vindt. Van deze opfrisser van Wellnessdag. Heb jij Wellnessdag al in je bezit en kijk je ernaar uit? Had je Wellnessdag nog niet in je bezit en denk je, ik vind het eigenlijk nu best wel interessant worden. Ja, laat het weten. Ja, wat vind je het leukste nieuwe onderdeel? Ik ben eigenlijk wel benieuwd ook naar die nieuwe eigenschap en doel. Ik vind het sowieso heel tof als ze daar steeds meer mee bezig zijn. Ik ben altijd een beetje teleurgesteld als er een nieuw pack komt en dan is er geen nieuwe eigenschap of geen nieuw doel. Ik heb hier zin in. Ik zal dit op Twitch gaan spelen met mijn Sim Selfie. Ik hou helemaal niet van masseren, want in mijn geval kietelt het. Maar mijn Sim Selfie is gewoon de pineut. Die moeten maar van genieten. Volg me op Twitch www.twitch.tv/kimpuls. En je kan ook even in de beschrijving
beschrijving kijken en erop klikken. En join ook mijn Discord, want dan weet je meteen wanneer ik precies live ga met de Sims Your Wellnessdag. Ik ben benieuwd naar jullie reacties onder de video. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.